specialiseren in krijgt. Het zet je wereld op zijn kop. Op medisch vlak is alles vaak goed geregeld. Medicijnen, behulp in het ziekenhuis. Maar psychisch komt er ook ongelooflijk veel op je af. En juist daar zouden veel gezinnen graag meer hulp bij willen. Zoals het gezin van Klaar. Natuurlijk is het een feestje voor Klaar, haar man Wouter en de kinderen Lucas, Max en Cato als Sinterklaas naar Bunnik komt. En toch is het ook een beetje beladen, want Klaar heeft kanker, uitgezaaid en nog maar kort te leven. Eigenlijk alles wat ik doe besef ik tijdens de laatste keer. Dus ik probeer overal van te genieten. Maar er zijn natuurlijk veel zorgen. Hoe gaan de kinderen deze periode en het verlies van hun moeder verwerken? En hoe kan Wouter daar dan het beste mee omgaan? We hebben ook echt letterlijk het tegenover elkaar gezeten. En wat nu? We zouden dus willen dat we mensen mee zouden kijken. Mensen die hier gewoon aanwezig zijn om mee te draaien, om gewoon daar een gevoel bij te krijgen hoe onze kinderen, hoe wij samenwerken hier in het gezin, hoe het samen gaat. En dan vanuit dat perspectief ons ondersteunen. Maar die ondersteuning aan huis krijgen Klaar en Wouter niet geregeld. Er zijn veel obstakels. Een arts weet niet altijd naar wie die moet doorverwijzen. En vaak zijn er lange wachttijden bij bijvoorbeeld psychologen. En ook zit zulke ondersteuning niet in het basispakket van de zorgverzekering. Al kunnen en willen Wouter en Klaar het ook zelf betalen, omdat het zo belangrijk voor ze is en vooral voor de kinderen. We zijn drie verschillende kinderen, dus die hebben drie verschillende leeftijden, die hebben drie verschillende aanpakken nodig. En dat is heel moeilijk. Klaar hoopt dat de hulp er toch komt. En als het niet voor haar overlijden is, dan maar erna. Zodat het gezin het gewone leven snel weer kan oppakken. Ja, dat gewoon doorgaat. Dat zou ik echt wel heel fijn vinden. Dat zou wel een enorme last van mij afnemen. Ik denk, ja, tuurlijk, ik ben er niet. Maar het leven gaat door, weet je wel. Natuurlijk mogelijk. En nu proberen ze toch te genieten van deze onwerkelijke periode. Hopelijk snel met ondersteuning aan huis. En de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten ziet meer gezinnen hiermee worstelen. Zij dringen er bij de minister op aan om de zorg landelijk beter te organiseren. En om het in de basisverzekering op te nemen, zodat je er niet extra voor hoeft te betalen. Ik ben er gewoon heel boos en verontwaardigd over, want we hebben gewoon in Nederland hele goede zorg in het ziekenhuis. Je krijgt alle dure medische behandelingen, maar na het ziekenhuis sta je gewoon als patiënt met lege handen en krijg je gewoon niet wat je nodig hebt. Hier bij het Praathuis in Alkmaar wordt die psychische ondersteuning wel gegeven. Overigens niet alleen voor kankerpatiënten en hun naasten, maar ook bij andere ziekten. Volwassenen kunnen hier even ontspannen of een gesprek aangaan. En kinderen kunnen op deze zolderkamer al hun emoties kwijt. Dat is nummer 3 die hier hangt, want de vorige 2 zijn kapot geslagen. Dus er is veel, veel onmacht die fysiek ook wordt geuit, hè, door hard te lopen, door op de boksbal te slaan. Maar er zijn ook allerlei andere methodieken of gewoon dingen die kinderen prettig vinden om op een andere manier te laten zien wat er in hen omgaat. Bijvoorbeeld via deze tekeningen. Wellicht wordt de ondersteuning voor patiënten en hun gezin volgend jaar wel beter geregeld. Minister Schippers van Volksgezondheid gaat het gesprek aan met KWF Kankerbestrijding en zorgverzekeraars over een landelijke proef met